Goedemorgen, dames en heren. Welkom aan boord van de Vlinderballer. Een warm welkom ook namens mijn bemanning en dat zijn Els en Getica. Mijn naam is Jelle. Ook welkom in het Nationaal Park Lauwersmeer bij deze Open Nederlandse Kampioenschappen Laser. We gaan een mooie vaart maken door langs Nationaal Park Lauwersmeer. En we gaan natuurlijk kijken bij dat zeilen. Ik ben bestuurslid van de VVDTP, de vereniging die deze Open Nederlandse Kampioenschappen in de Master Laser organiseert. Very warm welcome to our friends who speak English. They may come from the United States or UK. Und ich habe auch gehört, dass es deutsche Freunde an Bord gibt. So, auch herzlich willkommen und ich hoffe, dass sie viel Vergnügen beleben an dieser Fahrt. Und nu zijn die caissons afgezonken in de haven waar wij net tegen aanmeerden, waar u aan boord gekomen bent. Dat zijn de laatste twee caissons. In 1969 kosten ze zelfs nog 1 miljoen gulden per stuk. Hier rechts van ons hebben we de sluis, de Robbengatsluis. Het zijn hier allemaal gaten trouwens, de Robbengatsluis. De Robbengatsluis is een zogenaamde getijdensluis, omdat we aan de buitenkant op de Waddenzee getijden hebben, eb en vloed. En met eb is het water daar meestal lager dan de waterstand hier en met vloed is het daar altijd hoger. En voor die verschillen heb je ook weer verschillende sluisdeuren nodig en daaraan herkent hij een getijdensluis. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant een dubbel stel tegen elkaar indraaiende sluisdeuren. Dames en heren, ik heb een trieste mededeling, maar de wedstrijd is uitgesteld. En waar zie ik dat aan? Dat zie ik aan dat schip wat hier links van ons ligt. Die heeft achter de mast, ja, door de wind kun je niet goed zien, een rood-wit gestreepte vlag. Dat heet, noemen wij de rattenstaat. En als die erin hangt, dat is de uitstelvlag voor onbepaalde tijd. Dus het kan met 5 minuten kan die eruit zijn, maar het kan ook nog wel een kwartier tot een half uur duren.
Ik denk dat het wedstrijdschip wat daar ligt, het startschip, dat die wacht op een weerbericht dat er misschien toch nog weer wind aan staat te komen. Dus dat ze daar nog op wachten. Dus heel triest, wij zullen ook even moeten wachten. Okay. Zie jij waar dat is? Nee? Ik zie niet wat ze bedoelt. Ja? Oh ja, en dat is fout. Leuke combinatie midden. Ja, nou, we zijn dat soort onderweer. Dat is een geel-blauw horizontaal gestreept vlag. Dat is het 5 minuten zijn voor de standaard. De eerste 2 groepen. Daar hangt een vlag bij. Dat is blauw met een wit vlak. Dat is 4 minuten. Dus, maar die zijn nu al verlopen. Dus straks met 1 minuut voor de start gaat die weer naar beneden. Daarnaast moet nog de groepenvlag hangen. En dat is volgens mij geel en groen. Maar dan moet ik even op mijn lijstje kijken. Nee, er hangt moet een geel en paarse vlag in hangen. 2 vlaggen. Dit zijn de masters, ja. Het zijn allemaal masters, hoor. Het zijn allemaal masters. Ja, een beste. Jawel. Maar ze zitten allemaal door elkaar. Masters, grandmasters, great grandmasters en de apprentice zitten allemaal door elkaar. Dus die leeftijdsgroepen zijn niet in groepen gedeeld, maar die zitten gewoon in de... Kijk, als u deze boot, die 20-10-52 ziet, die heeft onder bij de mast een gele sticker. Dus die moet nu starten. U ziet boven in de mast een blauw driehoekje. En linksonder bij de Griek ziet u ook een blauwe driehoek. Dat zijn de radiaals. Dus deze staat nu nog niet. Want eerst starten de standaardboten. Dus de boten zonder blauwe herkenning. Ja, ik zie nu ook. Kijk, ze liggen nu 1 minuut voor de start. De blauwe witte vlag is naar beneden. En zie maar hoe ze daar bij elkaar liggen. Ze zoeken nu het beste plekje op waar ze kunnen starten.
En wat de bedoeling is, dat ze dan in de wind, maar je kunt niet in de wind zeilen, dan noemen wij aan de wind naar de bovenboei. En de bovenboei, die ziet u net hier tussen deze boten door, helemaal tegen de dijk aan. Van de boei die we hier links zien, die gele grote boei met O'Neill erop. En tussen het stadsschip en het Fineschip hier rechts. Dat is de finishlijn. Zoals jullie zien, dit is een Duitse meneer. Er doen een aantal landen, Nederlandse deelnemers zijn er. Daar zie je een Zwitser, SUI. Hier een Engelsman, GBR. Dan hebben wij een Belg, BEL, een Belg. Nou, Nederland hoef ik niet uit te leggen. We hebben één Amerikaan. En er is één uit de Dominicaanse Republiek. En die heeft DOM in zijn zeil staan. Ja, ik geloof dat er 7 of 8 nationaliteiten zijn. En daarom is het een open Nederlands kampioenschap. Ja, Pie, ze zwaaien. Het werd niet echt, maar het went open soort van. Nou, jullie zien dat er al wat gedrang gaat worden op de start. En als straks die blauw met dat witte vlak die vlag naar beneden gaat, dan is het nog 1 minuut. En let dan eens op hoe dicht ze op de startlijn gaan liggen. Ja. En dat is oefenen hoor. Ah, daar zit een mannetje daar. Zie je het, een rode petje? Ja, ik weet. Wat heeft hij voor een rode shirt? Hij ligt daar met dat. Heeft een beetje zo'n kleurtje. Die recht. Die niet rijdt of niet? Ja, maar dat moet al aan. De kleur is geel en paars. Ah ja. Oh, dan gaat Jan Willem ook mee. Ja, je ziet al die zeiltjes klapperen. Ja. Op de startlijn. Die rode papa er ook bij. Als we nu weer een valse start hebben, dan denk ik dat er een rood-wit geblokte vlag wordt gehesen. En dat betekent als je 1 minuut voordat je moet starten. Ja, daar gaan ze. En kijken wat voor vlag dat er komt. Ja, dit is een individuele teruggroep. Oh. Dus nou hebben ze wel in de gaten van, die of die. En als je nou aan deze kant ligt, of aan de onderkant, aan de bovenkant van de onderkant van de startlijn. Ja, dan heb je kans dat het wedstrijdcomité je goed ziet. Als je in het midden ligt, heb je wat minder kans dat ze je zien. Oh. Maar je kunt je voorstellen, al die nummers die daar in die zijden staan, dat moet je dus noteren. Maar ze zijn nu gestart. Ik denk dat ik nu even het woord aan Frauke geef. Want nu gaan ze dus kruisen, hebben jullie vast van gehoord. Of komen ze weer terug? Nee toch? Nee. Nou, het lijkt wel. Nee. Nee, ze gaan. Nee, ze starten door. Het is een individuele teruggroep. Dat is het. Kijk, en nu is er dus. Ja, dit is het 4 minuten zijn voor de groep groen en rood. Ziet die vlag hangen. En u ziet ook dat de meesten nu deze kant op komen. Dus wat hebben ze nu gedaan? Daar hebben ze even tijd voor. Om te kijken voordat je gaat starten. Wat is de gunstigste slag die ik kan maken als ik om bij die bovenboei te komen? Waarom wordt hij nou gevlogen? Oh. Ik hoor iets roepen, maar ik hoor niet goed wat ze zeggen. Maar de rest zeilt, die moeten waarschijnlijk uit de wedstrijdbaan. Die hinderen hun collega's. Dat lijkt me ook, weg met die kavianen daar. Kijk, en nu zie je dus de boten overstag gaan naar het zeil aan de andere kant doen. Dat heet bij ons nu een varens over bakboord. En boten die het zeil, als je nu kijkt met je neus naar voren en die hebben het zeil aan de linkerkant, dan vaar je over bakboord.
En het is net andersom dan in het verkeer. Een bakbordschip heeft voorrang op een bakbordschip. In totaal worden 9 wedstrijden gevaren over deze 4 dagen. En vandaag varen ze er 3 en gisteren hebben ze 2 gevaren. Kijk, je kunt nu heel mooi de bakkenboeien hier zien. Zien jullie? Daar moeten ze naartoe. Dus voor de start ga je al kijken hoe ga ik starten, waar ga ik liggen en welke slagen ga ik bedenken om als eerste bij de bovenboei te komen. Ik geef jullie nu even aan Frauke. En Frauke is de trainster bij uitstek. Zij heeft heel wat cracks onder haar hoede gehad. Onder andere Annemieke Bes, Olympisch kampioen. En Simeon Tienpont, die dus de laatste Americans Cup heeft gewonnen. Dus ik geef graag het woord aan Frauke. Echt best gecompliceerd voor een heleboel zeilers. Daar moet je heel goed kennis van hebben om op een goede manier om die boei heen te gaan. Je hoort ook al, wij zaten daar iets te ver vandaan, maar vaak is het zo bij de start dat er ook al heel hard geroepen wordt naar elkaar. Denken wij van ze zijn gezellig aan het zwaaien, ze vinden het hartstikke leuk, ze roepen hun buurman aan. Maar meestal is dat ze dan roepen dat hun buurman in de weg ligt en dat het vriendelijk verzoek komt om even ruimte te maken. Dat heeft alles te maken met alle regeltjes van de zeilers onderling. En soms dan luidt het wel eens een keertje dat er wat minder fraaie taal uitkomt. Dat mag niet meer tegenwoordig, dus je moet iedereen netjes aanroepen als je denkt dat die fout is in jouw optiek. Maar misschien dat de anderen dat dan ook roepen. En dan kan je het ook nog uitvechten op de wal, want er is na afloop is er een jury. Als je het niet met elkaar eens bent, kan je aan de wal kan je protest aantekenen. En met dit soort grote evenementen is het zo dat er een jury op het water zit. En die jury is ook weer te herkennen aan een vlag die zij voeren. En dan mogen ze de zeilers erop wijzen als een van de zeilers een fout maakt. Om dan met door middel van een fluitje, wanneer je helemaal vooraan ligt, dat je dan misschien allemaal bootjes naar achteren gezet wordt. Dus dat vinden de zeilers meestal niet leuk. En elke keer zie je als bootjes elkaar kruisen, dat dan één van de bootjes die zijn zeil over bakboord heeft, dat die voorrang zal hebben. En dan zal je de andere of zien wijken, of hij gaat dan misschien ook overstag over de andere boog. En waarom liggen de bootjes allemaal zo scheef? Dat is vandaag niet omdat het zo hard waait, maar dat doen de meeste mensen omdat ze dan toch harder gaan. Bootjes hebben een bepaalde rompvorm waarop met deze wind het beter is om het bootje iets, wat je noemt, iets naar de andere kant te laten gaan. Dat heeft allemaal te maken met tactiek van het zeilen en het technisch zeilen, zoals we dat noemen. Het heeft allemaal te maken van dat je dan sneller gaat en dat je in ieder geval zorgt dat je helemaal voorin probeert om te eindigen. Welke kleur heeft het? Ik heb niet opgelet. Wij kunnen nou helaas bij deze boten kunnen we niet zien wie er als eerste om de boei gaat, want we liggen helemaal achter in het veld. We mogen de groep ook niet hinderen. Maar bij de tweede groep zullen we zeker de kans krijgen om wel bij de eerste te kunnen zien wie er als eerste om de boei heen gaat. En daar gaan we zo even op wachten. Ja, allemaal om één. Ze moeten allemaal om één. Dan is de radiale andere.
Ja, maar wat zij later zei, is dat omdat er zoveel tijd, nu je twee moeten kiezen. En dat is wel vaak in de wedstrijd zo. Maar ja, is er tegenspraak met wat zij eerder zei? Omdat het ook allemaal, zoals we dat noemen, ze zijn echt allemaal heel erg gelijk. Romp is gelijk, zeil is gelijk. En het ligt ook heel vaak aan de ervaring van de zeiler. Of hij hem harder voort kan bewegen in dat water met zijn techniek dan de ander. Als de eerste groep bij de tweede boei gepasseerd is, gaan ze helemaal voor de wind naar voorbij het startschip waar ze net gestart zijn. En dan gaan ze daarna gaan ze weer laveren, oftewel kruisen, wat ze nu net ook gedaan hebben naar de eerste boei. En dat doen ze nog een paar keer, ik weet niet precies hoe vaak ze varen. En dan uiteindelijk worden ze tussen het startschip en de finishschip worden ze dan gefinished. Ik denk niet meer dat we dat misschien gaan meemaken, want dan moeten we waarschijnlijk terug naar de haven. Maar het zou zomaar kunnen dat we ze nog een keertje hier bij de bovenboei voor een tweede keer mogen hier langskomen. Dan is het ook leuk om te zien hoe dan de groep al meer uit elkaar getrokken is. Met andere woorden, de ene zeiler is nou eenmaal beter dan de andere zeiler. En zo zal het altijd zijn als je heel veel aan je sport doet, dat geldt voor zeilen ook, heel veel op het water bent, dan worden jouw zeilkwaliteiten absoluut veel beter dan iemand die er zo nu en dan in zit. Dat zal altijd veel verschil uitmaken. Nou, de tweede groep is nu helemaal, bijna helemaal om de boei heen. Je ziet al dat het, er komen er nog een aantal komen er hier aan. Nu komen hier de eerste radiaalgroep komt eraan en die gaan een andere baan varen zoals Frauke uitgelegd heeft. Oké, de eerste radiaals die gaan we zo omheen en dan gaan ze niet alleen om deze boei heen, maar ook om de boei die daarachter ligt en dan gaan ze gelijk voor de wind. Jullie zien met de wind achter. Gaan ze in. Maar Jaap is eerst, joh. Maar Leslie zit hierbij. Kijk hoe spannend bij de boei. Ja. Oh. 426 trekt hem helemaal eigenlijk door om de boei heen. Nu gaan ze om de andere boei, die er vlak naast ligt, en dan gaan ze naar beneden. Kijk, hoor eens hoe dat gaat.
Die gele boot, die 488. Zeker maar dat dat schelden is. En misschien wel een protest. Want als hij aan die gele boot aan de boei komt, moet hij een rondje draaien. Ja, hij zit... Ja, dus die kan een rondje draaien. Als hij dat niet doet, dan heeft hij een protest. Ja, doet hij niet. Ja, zien jullie? Hij gaat nu een rondje draaien. Dus hij neemt zijn straf. Ja. En nog een keer. Anders draait hij 180 graden. En het is echt 360 graden dat je rond moet draaien. Wat er al duizend. Oh, ik dacht dat je aan de boei moest. Nee, dat niet. En dan zie je ook gelijk dat hij een stuk of 7, 8, 9 bootjes voor heeft moeten laten gaan. Dus die is heel ongunstig. En nu gaan ze dus helemaal naar beneden, weer richting het startschip. Daar zie je 2 gele boeien liggen. En dan mogen ze kiezen aan welke kant van de boei ze langs willen varen. En dan weer terug naar deze boei. Ligt hij al achteraan? Ja, ligt hij al achteraan. Ja. Keurig netjes. Hier gaat al 5 op de boei. Hup, Kim! En de Zwitser, het is heel even... Hé, broer! Kom op! Kom op, man! Even om die boei. Die uit de conservatie halen. Nee, dat is jammer. Ja, nee, dat vind ik leuk. Je kan nu ook heel duidelijk zien met voor de wind. Deze boten zijn allemaal uitgerust met een mitswaard. En dat mitswaard dat gaat naar boven als ze voor de wind varen. Want dan heb je het niet nodig. Waar is dat mitswaard voor? Dat is om de wind naar de zijkant gedrukt worden. Het is ook allemaal weer heel technisch. Lastig om uit te leggen voor mensen helemaal in zeilen. Maar dat zwaard voorkomt dat je boot dwars op de wind gaat en alleen maar met de wind meegaat. Waar was het ook op die voor? Dit is de radiaal die hier voor de tweede keer nu langskomt. Dus even opletten hier achter ons. Als ik dat zo zie, dan zijn alle Duitsers, die zijn wat verder naar achter. Voor de rest zie ik allemaal Nederlanders. Je ziet ook dat het veld nu iets uit elkaar ligt. Ze hebben al een wat langer gedeelte met elkaar gevaren. En dan zie je dat verschil in bootsnelheid en de schipper, dat ook zijn vruchten gaat afwerpen. Je ziet nu ook dat het wordt om de groepen al uit elkaar te houden. Deze groep gaat nu nog een keer naar beneden en we weten niet precies welke baan ze varen, dus het is eventjes gokken. Nu zie je ook dat een aantal schepen hebben hun zeil over hulp, maar ook een aantal die hebben hem over bakboord staan. En dat betekent dat de wind precies recht van achter komt. Ik hoor nu dat deze schepen gaan nog één keer naar beneden en dan komen ze hier nog één keer langs en dan gaan ze nog een keer naar beneden en daarna gaan ze finishen. We kunnen dat of net wel meemaken of net niet. Ik zal zo even naar de schipper gaan om even te kijken of we misschien zo meteen wat mee naar beneden kunnen varen. Thank you.
de bel. Apparaten, ja. Ik ken het verder niet. Misschien had hij wel een valse stuit, omdat hij weer dat hij dag weer moest. Ja, dat zijn paardbelgen voor. Als je de eerste radiaals nog even volgt, die bij dat startschip gaan ze door de gate, zoals we dat noemen. Daar moeten ze weer aan de wind gaan varen en je ziet daar twee boeien liggen. Ze kunnen de ene boei nemen of ze kunnen de andere boei nemen. En dan hangt het er maar helemaal vanaf of je de ene boei of de andere boei neemt. Als je denkt van, er gaan er al vier naar de ene boei, ik ga naar de ander. Kijk, je ziet ze er nu omheen gaan. En dan komen ze zometeen weer bij deze boei, komen ze weer terug. Een paar gaan naar de rechter boei toe. En zoeken daar ook de vrije. Ik voel ook nog een tuin. Ik heb een uitleg, man.